Dit is de zaak van Mary Jane Alice Jones. Dit is verdachte 1. Verdachte 1 heeft een motief omdat ze door het zuur is ze heeft een ongeluk gehad met Mary Jane Alice. En ze heeft een grote brandwond in haar nek door door het zuurongeluk. En daarom, ze hebben al jarenlang ruzie. En we denken dat dit wel eens de wraak zou kunnen zijn. De hints hiervoor zijn haar vingerafdrukken op het mes. Er is een mes gevonden in een plas bloed waarop de vingerafdrukken zitten van verdachte 1. Nou, verdachte 2. Verdachte 2 heeft een motief, omdat ze is een huurmoordenaar. En de hints hiervoor zijn een brandvlek van een sigaret in haar nek en dat is het merk van de huurmoordenaar. Verder heeft ze geen motieven nodig, omdat ze gewoon ingehuurd kan zijn. Heb je verdachte 3? Verdachte 3 is een psychopaat uit een inrichting. We weten dit omdat er beide in de buurt van de moord is een bandje gevonden met daarop een nummer. En het nummer hebben we nagezocht en dat bleek het nummer van verdachte 3 te zijn. De verdachte is al een tijd ontsnapt uit de inrichting, waardoor het mogelijk is dat hij vermoord heeft. Maar het is ook kans dat hij toevallig in de buurt was.